En die is weer massaal positief met het nieuws vandaag, het nieuws today. En ja, stond er al aan te komen natuurlijk, maar Vincent Jansen, 22 jaar van AZ, heeft een contract getekend voor 4 jaar met een optie van nog 2 jaar extra bij Tottenham Hotspur. En ja, de nieuwkomer in het Nederlands elftal en toch ook een paar doelpunten gemaakt heeft in het Nederlands elftal. Toch flink in de picture gestaan, de topscorer van het afgelopen seizoen. Stond bij meerdere clubs in de belangstelling en is dus definitief verkocht aan Tottenham Hotspur voor een recordbedrag voor AZ-begrippen, 22 miljoen euro. Nou, dat te denken dat Vincent Jansen van een Almere City naar AZ ging voor 400.000 euro, is het natuurlijk een enorme record en ook een fantastische winst die AZ hiermee gekregen heeft voor de verkoop van Vincent Jansen. Voor 400.000 euro gekocht en voor 22 miljoen euro verkocht. Ja, helemaal geweldig, Vincent Jansen. Het is hem van harte gegund. Ik denk persoonlijk dat hij niet te redden was voor Nederland. En dat hij gewoon, gewoon meer in zijn mars heeft. Al heb ik mijn twijfels of hij het gaat redden in Engeland. Maar dat terzijde, dat zou in de toekomst uit moeten wijzen. Ik vind het een goede spits. Of hij goed genoeg is voor de Premier League, dat is maar de vraag. Maar dat gaan we komende jaren gaan we genieten van Vincent Jans. Hopelijk in Engeland. En nogmaals, het is hem van harte gegund. Vincent Jans definitief naar Tottenham Hotspur voor een recordbedrag voor AZ van 22 miljoen euro. Fantastisch.